Welkom terug bij Limburg in Beweging. We gaan starten met de warming-up met stappen op de plaats. Leuk dat u meedoet met de krachtles van vandaag. En zoals ik al zei, vandaag gaan we bovenlichaam op de planning staan. En wist u dat er maar liefst 300 spieren in ons lichaam zitten? Dus we krijgen nog druk met Limburg in Beweging om al die spieren te trainen de komende 6 weken. Maar we gaan in ieder geval een flinke poging wagen met u. Benen maar niet te hoog heffen, want het is de warming-up, dus tot een hoek van 45 graden ongeveer. Lekker meebewegen met uw armen, want we willen die armen natuurlijk ook een stukje warming-up geven. Lekker losjes in die ellebogen. Netjes. Zorg dat die ademhaling nog laag blijft. Nog eventjes volhouden. Oké, netjes. Doe even de volgende oefening voor. We gaan dadelijk tik, zijwaarts stappen en een tik geven. En dan doen we 30 seconden doen we dat zijwaarts. En daarna doen we het ook voorwaarts met een tik. En we kunnen ook al de armen erbij nemen als we dat willen. Oké. We kunnen starten. Een rustig tempo, dus nog geen cardio oefening. Maar voor de mensen die wat last hebben van de schouder, gaan we wat lager. Ook nog niet de grote passen maken, kleine pasjes. Zorg dat die ademhaling nog rustig blijft. En kom maar weer eens met die armen omhoog. Dan gaan we zo eventjes wisselen. Dan gaan we naar voren. Tik en terug en elke keer een andere voet pakken. En als we even het ritme te pakken hebben, hop, kunnen we ook die armen weer erbij nemen. Rustig tempo nog, niet te grote passen maken. Ademhaling blijft nog rustig. Oké, netjes. Dan gaan we naar ons dansje van vandaag. En dat is van Pulp Fiction. You never can tell. Oké, daar gaan we. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre. Je hoeft je voorvoeten te draaien. Maar lekker met die heupjes mee. Een beetje op de knieën. En die armen lekker mee gaan laten doen. Heeft het volhouden. Heerlijk. Nou, ik hoop dat iedereen lekker warm is, maar dat moet wel lukken. En dan gaan we met het hoofdprogramma verder. De krachttraining. We pakken eventjes de flesjes erbij. En dan mag iedereen zelf bepalen wat ze fijn vinden. Ik doe eerst de oefening even voor. We beginnen met de stoeloefening. Puntje van de stoel zitten, fijn de benen breed uit elkaar. En we zetten dan de arm tegen de knieholte. En dan gaan we op deze manier aan de binnenzijde van de knie als stabiliteit gebruiken. En dan mogen de mensen die zitten op deze manier de oefening uitvoeren. Doen eerst 30 seconden aan de ene zijde, dan 30 seconden aan de andere zijde. En voor de mensen die staand de oefening willen doen, mag dat natuurlijk ook. En dan mag je een indraai oefening doen, waarbij we de... Oh, we doen ook aan één zijde, hadden we afgesproken. Oké, goed, we gaan starten. Dus we doen eerst één zijde, na 30 seconden gaan we wisselen. Niet te snel. En bepaal zelf wat u lekker vindt. Want u kunt ook bijvoorbeeld met de wc-rol, als je pas begint, mag je ook best de wc-rol pakken. Daar zit toch al een klein beetje gewicht in, maar ook al het gewicht van je eigen arm is ook gewicht.
als je maar meedoet met de oefening. Dat is veel belangrijker dan zware gewichten pakken. Dat komt wel in de volgende weken. Oké, we gaan wisselen. Doe ook deze even met de andere arm in zittende variant voor. Rustig tempo. Probeer de ademhaling gewoon rustig te houden. Het is geen cardio oefening, dus je ademhaling moet eigenlijk rustig blijven. We houden nog eventjes vol. Netjes. De training van vandaag staat in het teken van het verbeteren van je kracht. Om die oefeningen goed uit te voeren is het belangrijk dat je een goede ademhaling hebt. Probeer voordat je de beweging uitvoert in te ademen via je neus en terwijl je kracht zet en de beweging uitvoert uit te ademen via je mond. Je ziet het ook in het plaatje achter me, dat is de oefening die jullie net hebben gedaan. Dus als je dan naar boven gaat met je arm, als je de elleboog buigt, adem je uit door de mond. Daarna adem je weer in door de neus, zodat je de volgende herhaling weer kunt uitvoeren. Dan pak ik even de wc-rollen erbij, want we gaan zijwaarts heffen van de armen doen. Die kan zowel in zit, door lekker actief te zitten, en op deze manier tot 90 graden de armen te bewegen. En dat mag natuurlijk ook in stand. Probeer altijd op te letten dat hij actief staat, licht boven je knieën, even de buikspier wat aanspannen en dan gaan we de oefening uitvoeren. Dat is eigenlijk de basis van al die oefeningen. Dus licht boven je knieën, buikspieren aan en dan starten we. Niet te snel. Je denkt in eerste instantie, wat is dat licht? Maar vergeet niet dat je een lange lastarm hebt met zo'n arm en dat het gewicht natuurlijk van je eigen arm ook gewicht is. Vaak zie ik dat mensen te zwaar beginnen. En daarom hebben we even die wc-rollen. Dan kunnen we langzaam opbouwen. En dan ga je die ook niet forceren. Maar niet dat dit te pijnlijk is voor u in de schouders, omdat u een schouderprobleem heeft. Misschien een pees wat geïrriteerd is. Dan mag je ook in ongeveer 30 graden naar voren gaan. Dan heeft de schouder veel meer ruimte. En lopen die pezen minder snel onder het schouderblad ingeklemd. En dat mag ook. Helemaal geen probleem. Hou nog eventjes vol. Netjes. Oké. Dan pakken we iets zwaarder gewichtjes. Dat mag voor sommige mensen de halve liter zijn. En sommige mensen de liter. De zittende variant is zitten op het puntje van de stoel. Brede basis voor de stabiliteit. We gaan rustig met die romp naar voren. En we gaan eigenlijk met de armen een trekbeweging doen. Langs het lichaam omhoog. Waarbij eigenlijk je romp stil blijft en je de rest beweegt. En in stand kan dezelfde oefening. Gaan we ook wat breder staan. Licht boven knieën. Mooi met die romp naar voren, zodat we tegen de zwaartekracht in kunnen werken. Oké. We gaan starten. Weer die buikspieren wat aan te spannen. De navel een klein beetje naar je toe te trekken. Het hoofd proberen we in het verlengde van je borstkas te houden. Dat is niet helemaal omhoog, want dat gaat pijn doen. En niet helemaal omlaag. Mooi een klein beetje de kin intrekken. En door de kin een klein beetje in te trekken, heb je een hele mooie actieve houding. Probeer daar ook je schouderbladen bij elkaar te trekken. Dan hebben we die ook in één keer bij deze oefening. Dan is het niet alleen een armoefening, maar dan heb je ook mooi die schouderbladen meegenomen. Want die horen ook bij die schouderpartijen in het bovenlichaam. Dus dat laatste stukje elke keer, trek die schouderbladen bij elkaar. Goed zo. We houden nog eventjes vol. Oké, netjes. Nou, pakken we even de halve liter voor de triceps oefening. Kan je weer de oefening voordoen. Die mag iedereen in stand doen. Eén been voor, één been achter. Zet hem wat uit elkaar, dan heb je ook wat meer stabiliteit. En we pakken de stoelleuning nog voor wat extra stabiliteit. Mooi weer een beetje holle rug.
En we gaan eigenlijk de elleboog langs het lichaam, dus je bovenarm. En van daaruit uitstrekken, waardoor we een tricepsoefening krijgen. Dus dat gaat eigenlijk de oefening worden. 30 seconden rechterkant, 30 seconden aan de andere kant. Oké, we starten. Dus probeer je romstel te houden. En probeer alleen eigenlijk je elleboogsgewricht te bewegen. Dat maakt het coördinatief een klein beetje moeilijker. Maar dan heb je wel echt je triceps te pakken. Dan zie je dat de uitslag wat minder hoog is. Maar dat maakt niet uit. Je hebt wel een mooie tricepsoefening. Mooi. We gaan eventjes wisselen. Pakken we zo. Benen weer goed neerzetten. En vanuit deze positie de linkerzijde trainen. Een klein beetje in dat flesje te knijpen, voel je ook dat je er nog wat meer spanning zet. Dan wordt hij vanzelf een klein beetje zwaarder. Oké, netjes. Dan gaan we een oefening in de stoel doen. Die je heel vaak ziet. Van die... Ik pak een iets zwaarder gewichtje. Maar jullie mogen het gewicht kiezen wat bij jullie hoort. Ik doe eerst de oefening voor. We gaan op het puntje van de stoel zitten. Dan gaan we rustig achterover buigen. En dan probeer je toch nog een mooie rug te houden. Dus niet onderuit zakken. Je probeert echt een holle rug nog te houden. Dat is belangrijk. In het fitnesscentrum hebben we natuurlijk allemaal van die mooie bankjes. Maar die hebben we niet thuis. Dus we gaan dadelijk op deze manier eigenlijk je borstspieren trainen. En dat is dadelijk de oefening. Nog eventjes rust. Oh, we hebben helemaal geen rust, hoor ik net. We mogen wel beginnen. Zo, die collega heeft er zin in. Wat het mooie is van deze oefening, doordat boven geen steun zit voor je nek, hebben we ook in één keer een nekspieroefening. Want je nekspier hier aan de voorkant, die moeten ervoor zorgen dat het hoofd tegen de zwaartekracht in omhoog wordt gehouden. Maar dat is pure winst. Dus als je daar ook wat voelt, niet erg. Zorg wel dat ik een klein beetje de kin intrek. En vind je hem even te zwaar, dan pak even een 10 seconden pauze. En dan vlug weer terug. En hier kun je ook een beetje variëren. Hoe verder je met die armen strekt, hoe zwaarder de las. Of hoe groter de lasarm is en hoe zwaarder natuurlijk het gewicht wordt. We houden nog eventjes vol. Nog niet te zwaar trainen in deze eerste week, maar bouw hem op deze weken. Oké, netjes. Dan hebben we een oefening voor de hoge rug, of het strekken van de hoge rug. Dat doen we even voor, de benen lekker breed, puntje van de stoel. We gaan dadelijk naar voren buigen en dan maken we een bolle rug en weer een holle rug. En dat mag je ook eventueel met een gewichtje. Dan een romspieroefening is, mag dat ook best wel de kilogram gewichtjes zijn. Dat is helemaal geen probleem. Dus dan klem je die tegen elkaar aan. Mooi naar voren. Buigen. En strekken. Dat wordt de oefening. Oké, we starten. Dus fijn breed staan. Vervolgens met de romp naar voren gaan. En op deze manier gaan we hollen. En bolle rug maken. En zo kun je mooi die bovenrug trainen. Zonder een duur fitnessapparaat. Maar gewoon twee pakken melk. En melk is goed voor elk, zo zie je wel. Elke bol maken. Nadat je een matje oprolt. En dan weer uitstrekken. Blijf rustig doorademen. Bij het naar beneden gaan mag je best die navel een beetje intrekken. Boven een beetje die schouderbladen naar elkaar toe. Schouderbladen weer naar elkaar toe. Dat je er een beetje spanning op zet. We houden nog eventjes vol. Oké, netjes. Dan gaan we de front raises of het voorwaarts heffen van de armen doen. Dat mag in zit of in stand. Oefening ziet nagenoeg gelijk uit, maar we pakken wel wat lichter gewicht.
Want ons gaat te zwaar worden. Ze pakken daar de wc-rollen en we gaan dadelijk op deze manier omhoog. We gaan eerst opbouwen, breed staan, lichtgebogen knieën, buikspieren aanspannen en van daaruit tot die 90 graden zo omhoog. Oké, nog even wachten. Even nog op adem komen voor wie het nodig heeft. En dan gaan we starten. Brede basis, lichtgebogen knieën, buikspier aanspannen en dan gaan we. Tot die 90 graden. En houden we rekening mee, die armen zijn ook gewicht. Dus vandaar niet starten met te hoog gewicht. Want je moet het ook een minuut kunnen volhouden. Een minuut is best lang. In een fitnesscentrum zie je vaak dat bodybuilders hoge gewichten pakken. Maar die pakken veel minder herhalingen dan u doet. Dus wij zijn bezig met duurkrachttraining. En zij iets meer met explosieve kracht. In het dagelijks leven hebben we wat meer duurkracht nodig. Dus vandaar dat wij wat lichter gewichten pakken en wat meer herhalingen. Hou die buikspier ook een beetje aangespannen. En zorg dat hij rustig blijft doorademen. We houden nog eventjes vol. En netjes. Gaan we naar de volgende oefening. Wc-rollen even weg. Deze oefening gaat wat korter langs het lichaam af, dus mogen de gewichtjes weer wat hoger. Opbouw is wel hetzelfde. Brede basis, lichtgebogen knieën en buikspier aanspannen. En van daaruit gaan we dadelijk een uitstoot oefening doen omhoog. De shoulder press, maar we gaan dat afwisselend doen. Die kan natuurlijk ook in zit, dat is helemaal geen probleem. Ook daar weer geldt, een beetje op het puntje van de stoel, wel actief zitten. Brede basis voor de stabiliteit en een mooie holle rug. Oké, we gaan starten. Een halve kilogram is genoeg. Ook hier weer niet te enthousiast worden met die kilogram gewichten. Want dan moeten we het ook weer een minuut volhouden. Dus gun jezelf ook die opbouw in die 6 weken. We moeten niet hebben dat we daar blessures hebben en de helft al uitvalt in de eerste week. Dat zou zonde zijn. Hij mag ook tegelijkertijd. Beetje als variatie. Geef een rustgevend gevoel dat klotsend water. Alsof we toch wel bij de zee zijn. Hou nog eventjes vol. Aanrust. Goed zo. Jullie hebben net de shoulder press, oftewel schouderdrukken, uitgevoerd. Een belangrijke oefening voor het versterken van de kracht van de grote schouderspieren. Deze oefening kun je doen door beide armen tegelijkertijd omhoog te laten duwen, of door eerst de ene en dan de andere kant te laten duwen. Die tweede variant is best wel moeilijk, ook al zou je dat niet denken, omdat je, als je aan één kant duwt en de andere kant niet, je romp moet stabiliseren. Dus je buikspieren, je rompspieren, ook de achterkant, de rugspieren, moeten extra aanspannen om te zorgen dat je recht blijft. Probeer eens het verschil te voelen tussen die twee. Dan gaan we naar de volgende oefening. Maak een beetje plek, want daar hebben we een muur voor bij nodig. We gaan dan een tricepsoefening doen tegen de muur. Sta een beetje breed, een brede basis. Ook de armen op gordelhoogte uit elkaar. En dan gaan we dadelijk op deze manier rustig de buiging maken en weer strekken. En hierbij kunnen we het lichter maken door korter bij de muur te staan. En dan gaan we de voeten wat verder naar achter. Dan gaat de zwaartekracht wat meer op je inwerken. En dan krijg je automatisch meer druk krijgen op je armen. Dus wordt die zwaarder. Kies daarbij een variant, een beetje tussen het midden in, om op te bouwen. Daar gaan we. Als je te ver afstaat en merkt van het gaat te veel branden in die triceps. Dat betekent dat je hem eigenlijk te zwaar bent aan het doen. Een beetje branderige pijn mag natuurlijk wel. Maar het moet niet zo zijn dat we al te veel branderige pijn hebben. Dan mag je dus wat korter met die voeten bij elkaar
naar voren komen, dan is hij wat lichter. En voel je helemaal niks, dan gaan we wat verder. Ja, dan voel ik lekkere druk. Dan hou ik nog eventjes vol. Oké, netjes. Dan gaan we naar de volgende oefening. De volgende oefening laat mij altijd een beetje denken aan de grasmaaier aantrekken. Dus we gaan een beetje naar voren. Pak dat hendeltje vast en trek langs je door. Dus dat gaan we dadelijk doen. We gaan wel 30 seconden aan de ene zijde pakken, dan 30 seconden aan de andere zijde. Dus niet getreurd, ze komen allebei aan boord. Nog eventjes rust. Dan gaan we starten. Dus een brede basis voor de stabiliteit, een beetje steun van die stoel. En dan gaan we langzaam de oefening weer uitvoeren. Zorg dat die ademhaling op peil blijft. Je mag altijd een beetje die buikspier aanspannen, zodat je stabiliteit in de romp hebt. En we gaan wisselen. Rustig tempo. Het laatste stukje weer het schouderblad mee te nemen. Super. Hou nog eventjes vol. Oké, netjes. Sinds 2016 zijn ze opgenomen in de schijf van 5. Noten. Het gebruik van noten blijkt de kans op het te hoge cholesterol flink te verkleinen. Het advies is om iedere dag een handje noten te eten. Maar welke noten moet je nemen? Het mooie is, dat maakt niet uit. Walnoten, hazelnoten, paranoten, jij kiest. Ook pinda's kun je hier mee rekenen, ondanks dat pinda's eigenlijk geen noten zijn. Ben je nou niet zo'n fan van losse noten? Dan is een 100% pindakaas of een 100% notenpasta een prima alternatief. Dan hebben we het krachtgedeelte al gehad en dan kunnen we overgaan naar de rekoefeningen. Dan maken we een klein beetje plek. En dan gaan we eerst de borstspier rekken. Om de borstspier te rekken gaan we de arm tegen de muur aanzetten. Klein beetje in schredenstand, zoals we het noemen. 1 voet voor, 1 voet achter. En dan gaan we rek zetten die borstspier. En dat doen we eigenlijk door het lichaam een beetje weg te draaien van je arm. En door die lichaam weg te draaien van de arm, maken we het rek zetten. Soms maak je het dat je ook een beetje uitschalen krijgt helemaal naar je arm. Dan kun je hem iets anders uitvoeren als je er te veel hebt. Dan buig je je elleboog en dan ga je op deze manier de oefening doen. Dan krijgen we eigenlijk meer het accent op de borstspier en wat minder op de zenuw. Want anders ben je de zenuw aan het rekken. En dat is niet zo'n prettig gevoel. Dus we gaan hem op deze manier uitvoeren. Even vasthouden. En dan gaan we wisselen. Even niet zo beleefd, maar even met de rug naar je toe. Draai die borstkas wel weg en dan voel je aan de voorzijde van je schouder voel je eigenlijk de rek komen. Hou maar even vast. En dan gaan we wel wisselen. Arm plaatsen, schredenstand. En draai maar een klein beetje weg. En dan komt die rek weer. Ademhaling weer. Lekker rustig worden. En dan gaan we wisselen. En draai wel lekker die borstkas weg. Want dan pas voel je eigenlijk de rek. Blijf je naar de arm toegedraaid, dan voel je dat die schoudergordel te weinig naar achter gaat. En dan voel je eigenlijk geen rek. En dat is wel de doelstelling, even rekken. Oké, we wisselen nog een keertje. We hebben aan elke zijde 3 keer gehad. Zo, je ziet dat hier ook. Die schouder gaat een klein beetje naar achter en dan pas voel je de rek.
En nog één keer, natuurlijk, de andere zijde. Goed, dan komen we bij de volgende. En dan is het rekken van die bovenrug. Dan gaan we eigenlijk op die manier de armen naar voren uitstrekken. Je vouwt die handen in elkaar. En dan kun je op deze manier proberen nog die schouderrollen lekker naar voren. Dat is eigenlijk dat laatste stukje, hoort er wel bij. Dus dat je ook probeert die bovenrug helemaal uit te rekken. Oké, en hou maar vast. Deze mag natuurlijk ook best in zit, helemaal geen probleem. Probeer een beetje actief te zitten en vervolgens gaan we weer opnieuw rekken. Rek maar uit. Probeer maar eigenlijk uw handen naar die muur te brengen. Of in uw geval waarschijnlijk naar de tv. Hou eventjes vast. En los. En dan gaan we uitstrekken. Maak hem maar lang. Zorg dat die schouderbladen ook mee naar voren gaan. Even vasthouden. Even ontspannen. Kun je ook eventjes weer op adem komen. En dan gaan we nog een keertje. Duw maar weer weg. Maak u lang. En hou maar vast. Mooi. Dan gaan we naar de laatste oefening. En dat is de trapezius rekken. En trapezius rekken moet eigenlijk vaak gebeuren. Zeker bij mensen wat veel achter de computer zitten. Maar wat belangrijk is dat je hem wel juist uitvoert. De trapezius zit aan je achterhoofd vast. En aan je schouderblad zit hij vast. En die twee punten moeten dus uit elkaar. En dat gaan we een beetje eigenlijk extra stimuleren. Door met de arm in het vlak van de borstkas naar je andere oor te gaan en op deze manier langzaam het hoofd zijwaarts te buigen, waarbij de neus naar de kamer gericht blijft en daarbij ook je schouder langs de stoel omlaag gaat. En dan komen die twee punten uit elkaar en dan voel ik hier ook mooi een rek ontstaan. Voel je die rek niet, dan heeft hij waarschijnlijk nog het schouderblad omhoog en dan werken de oefeningen niet. Oké, we gaan starten. Dus in het vlak van de borstkas, zijwaarts buigen van het hoofd, waarbij de neus naar voren blijft en dan gaan we met die arm langs naar de grond reiken. En dan houden we hem zo vast. Netjes. En dan gaan we wisselen. We bouwen hem rustig op. Zijwaarts buigen. Neus blijft naar voren wijzen. Elleboog blijft in het vlak van de borstkas. En we gaan de arm naar de grond reiken. Netjes, hou maar vast. En dan gaan we rustig wisselen. Reik maar naar de grond met de hand. En de rek moet je aan deze kant voelen. Voel je hem aan de andere kant. Dan zit er waarschijnlijk nog een blokkade, dat wil ook wel eens gebeuren. Maar dan moet je misschien een keertje naar de fysio of manueeltherapeut. Vasthouden. En dan gaan we nog één keertje deze zijde rekken. Netjes, hou maar even vast. Rustig ook uitademen. En nog één keer mijn rechterzijde rekken. Mooi. Dan zijn we aangekomen bij het einde van deze training, van deze krachttraining van het bovenlichaam. Wat hebben we de volgende keer allemaal nodig? Een handdoek, de wc-rol en de stoel. Heeft u nog leuke suggesties? Dan zien we dat graag bij limburginbeweging@alleen.nl op de mail verschijnen. Maak spas, blief het, tot morgen!